Iedereen weet dat Open Monumentendagen hartstikke belangrijke dagen zijn om het erfgoed wat je in de gemeente hebt te laten zien. In de gemeente Hoogeland hebben we de meeste rijksmonumenten per gemeente die er maar zijn. Dus laat wel zien dat we ontzettend veel in deze gemeente hebben wat het bezoeken ook waard is. En normaal op zo'n open dag, dan ga je langs en dan kijk je en dan bezoek je een hele hoop van deze plekken. Maar nu zitten we dus met de coronacrisis en hebben we bedacht van ja, eigenlijk kan het niet en is het niet verantwoord om zaken echt open te stellen en om bij mensen over de vloer te komen, bij huiseigenaren over de vloer te komen. Vandaar dat wij dit jaar digitaal onze monumenten openstellen. Dat doen we digitaal met een mooie hoeveelheid films. Ik zal straks de maker even introduceren. En wat we vooral over willen brengen, nu dan eerst maar via de website en hopelijk straks in het echt, als het allemaal weer wat makkelijker is, dat we een heel rijk erfgoed hier hebben. Ik sta hier vandaag in Adorp bij de molen Aeolis. Een molen die best wel uniek is in zijn vervallenheid, want hij is er niet best aan toe. De molenstichting Winsum zet alles op alles om deze molen te redden. De gemeente werkt daar ook graag aan mee. En toen mij gevraagd werd waar wil je nou de aftrap doen van deze digitale Open Monumentendag, zei ik van nou, dan moeten we naar Adorp. Want dan kun je zien wat voor een belangrijke plek een molen inneemt, wat een monument in je dorp inneemt en hoe belangrijk het is dat het er mooi bij staat. Nou, volgend jaar of over 2 jaar is deze molen hopelijk weer helemaal tip-top. Wij gaan er zo nog even kijken. En hier is 1 filmpje opgenomen en ik zei net al, nog 17 of 18 of 19 andere filmpjes. We hopen dat jullie ze leuk vinden, interessant vinden. Duimpje omhoog, likes, maakt mij niet uit. Als het maar landt, als je er wat moois van vindt. De maker van deze filmpjes, Johan, die staat hier nu met de microfoonhengel, maar die zal zichzelf zo straks even introduceren. Als cultuurhistoricus is het erg leuk om jullie mee te nemen naar de bijzondere monumenten van de gemeente Het Hoge Land. Daarnaast ben ik zelf ook als vrijwillig molenaar natuurlijk erg blij dat ik de aftrap kan geven bij deze bijzondere molen. Hopelijk dus over 2 jaar weer draaiende te bewonderen, maar we zullen ook zeker heel veel andere bijzondere monumenten gaan zien. Denk daarbij aan enkele kerken, aan een borg, enkele sluizen en andere bijzondere plekjes die het Hoge Land rijk is.